Bijbel settings. Ga ik even kijken. Oh ja, we gaan nog even wat andere dingetjes doen. Want je hebt inderdaad het camera, media file, screen region. Hier staan ze eigenlijk ook allemaal. Alleen hier staat ook nog bij add title. En wat is add title? Dat ga ik jullie even laten zien. Ik hoop alleen wel dat jullie deze te zien krijgen, want dat weet ik niet zeker. Oh, wacht, dan ga ik trouwens eventjes op een andere manier doen. Naar tutorial. Dan krijg je weer het hele leuke beeld. Ik weet namelijk niet of jullie deze te zien krijgen. Zien jullie nou een soort venster met waar je tekst kan toevoegen? Volgens mij namelijk niet. Wikiception inderdaad. En daar ging de Wikiception. Oh nee. In ieder geval, je kan dus add title doen. Add title houdt gewoon in dat je tekst kan toevoegen. Dus als ik bijvoorbeeld zeg la 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 Wired Wiki. Ik doe hem als kleur, doe ik hem rood. Bijvoorbeeld, doe ik oké. Kijk eens. Uit. Dit ziet er echt heel verkrekt uit trouwens. Dan krijg je hem hier. Ik zal hem even zo doen, dan is je wat duidelijker. En dan kun je dus een tekstje toevoegen. Ja, dat is best wel tof. Wee! Dit ziet er leuk uit volgens mij, hè? Leuk om te doen. In ieder geval, dan ga ik ook meteen naar het balkje onder. Wat je eigenlijk hieronder hebt. Hier staan title en screen region. Dit zijn eigenlijk de sources die je op dat moment streamt. Dus als ik zeg van ik voeg een afbeelding toe. Dat ga ik ook meteen even doen. Afbeeldingen. Dan gaan we meteen even een soort templateje maken. En als ze met Pieter ook even mee wil werken. Ja, precies. Goed zo. Dan pak ik even om het makkelijk te houden. Waar staat hij? Ja. Om het makkelijk te houden pak ik even een simpele afbeelding die ik dan toevoeg. Ja, die sleep ik gewoon mee. Je zou dat inderdaad via mediafile kunnen doen. Ik open gewoon een map en sleep hem daarin mee. Nou staat deze op de voorgrond. Ik zal trouwens even alles net wat kleiner maken. Deze staat op de voorgrond. Titel staat erachter. Op het moment dat ik deze eentje naar beneden plaats, staat de titel er ineens voor. Dat is misschien wel handig om te weten. Nog eentje naar beneden plaats, dan staat die ook weer achter de explet. Dus op die manier kun je eigenlijk een beetje, ja, ik heb bijvoorbeeld deze fullscreen op de achtergrond zetten. En dan kan je daar bijvoorbeeld je Twitch overheen laten gaan, of je Twitch, je explet. En dan erboven nog eens een title zetten. En dat is eigenlijk een beetje de main thing om het een beetje in te delen als het ware. Ik zou deze nog bespreken. Wacht even. Meer zo'n Azure, ja, zo'n mind-blow ding, zullen we maar zeggen. Ik wilde eigenlijk iets anders gebruiken, maar goed. Je hebt eigenlijk verschillende templates. Je kan er als gewoon lid kan je er 4 doen. Als je een pro-member bent, dus als je ervoor betaalt, dan heb je 12 scenes in totaal. Ik heb dus hier tutorials van, ik heb hier bureaublad, dan krijg ik deze. Even snel. Dan ga ik even terug, dan krijg je Houtpuck. En dat is eigenlijk mijn standaard setting. Dus als ik deze weg had, dat je dan mijn Wii krijgt. En dan heb ik ook nog mijn main. Die gebruik ik eigenlijk altijd op mijn eigen kanaal als ik afsluit. Zodat dit het plaatje, zeg maar, wat daar komt. En verder, om lang verhaal kort te maken, dat is eigenlijk een beetje alles wat je moet weten. Rechtsboven staat er nog je account. Dus dan kan je precies zien op wie je ingelogd bent. Je hebt hier nog de audio voor je microfoon en voor je overal geluid op je computer. En verder, verder zou het zo wel moeten lukken, denk ik zo. Kijk, heb ik nog iets vergeten? Vuil. De presentations. Je kan dus, als je dus 4 van die templates hebt gemaakt, zou je hem kunnen opslaan. Dus save presentation, dan krijg je dus weer, krijg je dus dit van, wil je hem opslaan, bla bla bla. Dat lijkt me wel duidelijk op het moment. Normaal gesproken moet hij die templates opladen. Opladen op het moment dat je hem aanzet. Soms doet hij dat niet. Dan kan je gewoon een load presentation doen. Dan kan je gewoon ze alle 4 ophalen. Mocht je nou zeggen van ik heb er nu 4, maar is niet genoeg. Dan save je een presentation, maak je er nog 4 aan. Dan kan je laden wanneer je wat wilt. Dus wat dat betreft, ja, dat je er maar 4 gebruikt, dat is een beetje, ja. Er zijn altijd wel weer manieren om er omheen te komen, zeg maar. En verder,
Ja, verder hoef ik denk ik niet veel meer te vertellen. Ik denk dat het zo wel een beetje alles was. Aha, dat is het dus. Oké. Ga ik zelf nog even een beetje mee spelen. Altijd leuk. Maar ja. Zijn er nog vragen, zou ik zeggen? Ga ik weer gewoon even naar mijn standaard template. Uiteindelijk kan het dan dus worden als dit. Ben ik ergens onduidelijk geweest? Of waarschijnlijk wel. Moeten we eigenlijk nog betalen voor deze LOE-cursus? Nou, donaties kunt u overmaken. Nee, joh. Pff, doe normaal. Daar ga ik niet op reageren. Want ik denk dat het zover wel helemaal klaar is. Overigens zal ik ook meteen even bijzetten. Dit is meer een hele kleine beknopte cursus om iets aan de gang te krijgen. Ik weet dat mijn nichtje van Twilight Realm, die is bezig met een full tutorial. Dat is een schriftelijke tutorial. Op het moment dat die er is, zal ik hem zeker op de Facebook linken. Peter, dat is zeker waar. Dit soort programma's kun je alles wel uitleggen. Maar het is inderdaad het beste dat je het gewoon probeert. Dat, helemaal mee eens. Maar goed, een klein beetje hulp kan nooit praten. Zou ik maar zeggen. Ik ben de helft alweer vergeten. Nou, Peter, gelukkig, het komt op YouTube. Dus je kan het altijd terugkijken. Maar ook zeker om die reden dat het, want die kijkt het en dan weet je de helft al niet meer. Zeker om die reden wilde ik eigenlijk dat jullie een beetje actief mee zouden doen. Is natuurlijk niet nodig, maar dat, ja. Deed ik prima, ik ben zo cursus gegeven. Dank je, het is aardig. Goed. Verder nog enige vragen, moet ik nog een stream checken van iemand om te kijken of alles prima werkt. Want zo niet, dan ga ik denk even een paar uurtjes Twilight Princess streamen. Dan ga ik gewoon verder met waar ik gebleven ben. Sanne, ik weet dat het koud is. Looking forward to putting it good to use. Oké. Goed zo, Gabi. Top. Zelf geprobeerd met XSplit, maar ja, XSplit is wel een zware programma, zeker omdat je er ook eigenlijk meerdere... Je zet er meerdere dingen op en dan moet het in één keer uitstreamen. Dus het is... Ja, XSplit is wel wat zwaarder, maar van alle programma's die je kan gebruiken om op Twitch te streamen... XSplit. Zou je de stream kunnen resetten? Zeker. Dat ga ik... voordat ik begin, ga ik hem resetten. Ja, dat was ik van plan, yes. Goed, dan zeg ik, jongens, als er geen vragen meer zijn, dan ga ik beginnen met Twilight Princess. Ga ik heel even fly. En dan komt het helemaal goed. Ja? Dan check ik jullie binnen een paar seconden.